2:40:55. En het ontploft hier een beetje in de Langstraat hier in Zoutelanden. Het is hartstikke druk en we zien daar Huub van Orde, de 25-jarige atleet uit Goes. De jongste winnaar ooit zien we bij organisator Lijn Lievense staan. En loopt nu een beetje heen en weer. Wordt de medaille op dit moment omgehangen. Loopt door alle mensen van de pers, fotografen en dergelijke heen. En we gaan kijken of Jan Jaap de winnaar kan opvangen. Hij staat er inmiddels bij, hè? Ja. Huub, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, je zei van de week tegen mij, ik ben beter dan ooit. Bleek dat vandaag? Ja, ik voel me gewoon lekker. Nu ook nog steeds. Ik heb het gevoel dat ik nog geen marathon gelopen heb. Maar het was wel redelijk snel natuurlijk voor mij doen. Maar ja, top. Kan nog wel 10. Maar ja, het is nog 40, hè? Of 42. Schrok je dat Sebastian Sletteren bij je wegliep op het strand bij Voorrooskapelle? Ja, ik schrok wel. En Erwin Harmis ging erachteraan. Het was best wel zwaar op het strand. Het eerste stuk. De eerste 500 meter was vrij zacht. Dus ik dacht, laat maar lopen. Remy pakt ook een andere weg. En Erwin Harmis kon Sebastian ook niet volgen. Sebastian ging best wel snel. En opeens in de duinen voor Dolmberg zag ik Sebas lopen, want ik had Erwin al ingehaald. En ja, die had kramp of zoiets. En dat gaf je een boost, denk ik? Ja, een boost, maar gewoon ja, zoveel publiek. Joh. Voordat we Vrouwenpolder over het strand gingen, joh, ja, we hebben echt genoten met z'n allen. Het was wel supergezellig onderweg. En het was gewoon super. Joh. Tot slot, je bent natuurlijk een favoriet, was je, maar je hoorde niet bij de topfavorieten. Verras jij jezelf door hier te winnen of had je het wel verwacht? Nou ja, ik had al een beetje op Atletiek Zeeland. Eddie Picard had ook al met je gezegd zo, van al die trails en zo. Ik zei, let maar op, joh. Het gaat allemaal om mentaal en niet om de snelheid. En ik was gewoon de sterkste vandaag, denk ik. Hij was mentaal de sterkste. Huub van Noorden, prachtige prestatie van die 25-jarige atleet uit Goes.